Het journaal Laat met Fatma Taspinar. Een heel goede avond. De kleine gemeente Houthulst in West-Vlaanderen is zwaar getroffen door de Britse variant van het coronavirus. In een woonzorgcentrum alleen al zijn er zo'n 120 besmettingen, 72 bewoners en bijna 40 personeelsleden. Maar ook bij de andere inwoners van de piepkleine gemeente is het aantal coronabesmettingen op een week tijd vervijfvoudigd. In het woonzorgcentrum De Groene Verte is het opnieuw alle hens aan dek. 72 bewoners zijn er besmet met het coronavirus. De besmetting verspreidde zich razendsnel. Op een week tijd zaten we plots op 69 positieve bewoners. En toen was het echt wel al iets heel raars. Dat we niet de normale zaken dat we anders hoorden. En hetzelfde verhaal bij medewerkers. Je start met 2 positieve medewerkers en we eindelijk op een paar dagen tijd op een grote 30-tal medewerkers te beëindigen. Het agentschap Zorg en Gezondheid onderzocht de uitbraak. En het blijkt nu de hoogst besmettelijke Britse variant van het coronavirus te zijn. Ook in het dorp gingen de besmettingen op 2 weken tijd van 8 naar 85. De burgemeester zet het dorp in lockdown. Dat betekent dat alle sportieve, culturele en sociale evenementen niet toegelaten zijn. De erediensten zijn afgeschaft geweest, maar de scholen zijn wel nog open. Ja, het is een dorp dat iedereen inderdaad elkaar kent. Maar ja, alles ligt stil, dus inderdaad, veel sociaal contact is er niet. Ik denk dat het vooral belangrijk is voor de kleine kindjes dat het naar school is, dat dat nog kan blijven doorgaan, zodanig dat zij niet zodanig veel merken van de impact van het coronavirus eigenlijk op alles. En er is intussen nog een uitbraak gemeld in de gemeente Houthulst. Ook in een zorginstelling voor mensen met een beperking is een besmettingshaard vastgesteld. Al zeker 8 bewoners en enkele personeelsleden testen er positief. Vermoedelijk gaat het ook hier om de Britse variant, al is dat nog niet helemaal zeker. De besmette personen zitten intussen in quarantaine. Voor alle andere bewoners geldt er een tijdelijk verbod om nog van en naar huis te gaan. De instelling laat ook extra testen uitvoeren om nog meer besmettingen op te sporen. Viroloog Mark van Ranst vindt dat er goed gereageerd wordt in de gemeente. Ik denk dat het een illusie is om te denken dat we dat volledig gaan kunnen tegenhouden. Dat gaat trouwens voor alle landen in Europa en misschien daarbuiten ook op die manier gaan. En dan moet je gaan naar de volgende fase om het zoveel mogelijk onder controle te houden. En dat is wat men in Houthulst ook wel doet. Ik denk dat de burgemeester daar heel goed werk levert en dat de bevolking dan wel gesensibiliseerd is. En wanneer men daar nu heel breed gaat testen, dan is dat de goede manier om dat op te vangen. Maar nog eens, men mag dan al die andere normale coronavirussen niet vergeten. Die hebben ook al uitbreeks gegeven. En zo pas is het nieuws binnengelopen dat de Britse coronavariant ook in een basisschool in Edegem in de provincie Antwerpen is opgedoken. De school moet een week dicht na 2 positieve gevallen. Dat heeft de school gemeld aan de ouders in een brief. Uit voorzorg worden alle leerlingen en personeelsleden van de kleuter- en lagere school morgen getest. En ook in Kontig, vlakbij Edegem, zou een leerling positief getest hebben op de Britse variant. Ook daar gaat de school volledig dicht en moet iedereen minstens 7 dagen in quarantaine. Sinds vandaag zijn er trouwens officiële cijfers van hoeveel Belgen al een eerste dosis van het coronavaccin hebben gekregen. In totaal zijn er sinds 28 december nu al meer dan 96.400 spuitjes gezet. In Vlaanderen gaat het om ruim 51.000 dosissen, in Wallonië meer dan 35.000 en in het Brussels gewest bijna 9.000. Tot nog toe hebben enkel de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra een coronavaccin gekregen. Maar daar komt vanaf morgen verandering in, want morgen starten ze onder meer in het Middelheim ziekenhuis in Antwerpen met het inenten van het personeel. Vrijdag zijn 8000 Moderna-vaccins geleverd aan ons land, 1000 daarvan aan het Middelheim. Morgen namiddag krijgen medewerkers van de COVID-afdelingen en de indienst intensieve zorg hun eerste prik. Tegen vrijdag zouden 1000 personeelsleden van Middelheim ingeënt moeten zijn. Ons land heeft bij Moderna trouwens in totaal 2 miljoen vaccins besteld. In Berthem zijn 3 minderjarigen deze morgen vroeg met een auto tegen een boom beland. Een jongen van 16 heeft dat niet overleefd. De andere 2 raakten gewond. Volgens het parket is de bestuurder in een bocht de controle kwijtgeraakt. Wie aan het stuur zat is niet duidelijk, maar het was dus sowieso een minderjarige.
En een quadbestuurder is zwaar gewond nadat hij gisteren tegen een metalen ketting reed die tussen twee bomen gespannen was. De ketting hing dwars over een oude spoorlijn tussen Schravenbrakel en Edingen in de provincie Henegouwen. Dat is een populaire route bij wandelaars, fietsers en ook wel bij quadbestuurders. De kabel zou er mogelijk opzettelijk gespannen zijn dus. De politie vraagt daarom om waakzaam te zijn. En er heeft een brand gewoed in een woonzorgcentrum in Zellik. Een deelgemeente van Assen is dat in Vlaams-Brabant. De 90 bewoners moesten geëvacueerd worden. Ze werden in verwarmde tenten opgevangen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het is niet duidelijk of de bewoners vanavond terug naar huis kunnen. Alexei Navalny, weet u nog, de Russische politicus die afgelopen zomer werd vergiftigd met het zenuwgas Novichok, is teruggekeerd naar Moskou vandaag en hij is meteen nadat hij was geland opgepakt door de politie. Zijn arrestatie heeft volgens het Russische gerecht te maken met een vroegere voorwaardelijke veroordeling. Even voor 3 uur vanmiddag stapte Alexei Navalny in Berlijn op het vliegtuig voor een vlucht richting Moskou. De tegenstander van de Russische president Poetin neemt daarmee een flink risico, want er hangt hem een celstraf boven het hoofd. Maar Navalny leek er weinig mee in te zitten. Op de luchthaven in Moskou wachten honderden aanhangers op Navalny. De politie arresteerde verscheidene naaste medewerkers en probeerde de aankomst al vrij te maken. Dan kwam net voor de geplande landing het bericht dat de luchthaven dichtging, officieel wegens sneeuwruimen. De vlucht uit Berlijn zou op een andere Moskouse luchthaven landen. Wellicht een poging van de Russische overheid om de verwelkoming van Navalny te dwarsbomen. Het vliegtuig kon uiteindelijk met vertraging dan toch landen. Het bleef een tijd lang op de tarmac staan voor het naar de terminal mocht. Bij de paspoortcontrole werd Navalny tegengehouden door de politie. Hij probeerde te vergeefs om zijn advocaten te kunnen laten meegaan. Uiteindelijk, nadat hij afscheid had genomen van zijn vrouw, werd Navalny door de politie meegenomen. In Amsterdam zijn er rellen uitgebroken tijdens een niet toegelaten protest tegen de nationale coronalockdown. Aan de manifestatie namen duizenden mensen deel, vrijwel allemaal zonder mondmasker. Toen de demonstranten weigerden het plein voor het Rijksmuseum te verlaten, werden traangas en waterkanon ingezet. Zowat 100 mensen werden opgepakt. In het voetbal heeft Beerschot vanavond met 0-3 verloren van Club Brugge. Maar het gespreksonderwerp was wel het afscheid van Beerschot-trainer Hernan Lozada. Dit was zijn laatste wedstrijd. Lozada verhuist naar DC United uit Washington in de Amerikaanse competitie. Hernan Lozada kreeg een kans die hij niet kon laten schieten bij DC United uit de MLS, de Amerikaanse competitie. Voor een coach zoals mij een opportuniteit van deze kaliber te krijgen naar 6 maanden in een jaar is gewoon geweldig. Lozada laat zijn tweede stad in de steek. Ik ben naar hier gekomen in 2006, dus ik ken Antwerpen heel goed. Dat is mijn tweede huis. Ik heb heel weinig geslapen de laatste nachten, maar het is een stap vooruit in mijn carrière en ik kon dat niet weigeren. Waarom uiteindelijk de Amerikaanse competitie? Een competitie waar infrastructuur, organisatie, de laatste jaren hebben ze enorme veel stappen vooruitgezet. En Lozada zet er nu dus ook eentje. Er is vanavond behoorlijk gevoetbald. Club Brugge haalde het dus met 0-3 bij Beerschot. Antwerp won met 0-1 bij Gent. Standaard klopte Cercle Brugge met 0-1. En, net afgelopen, Sint-Truiden won van OH Leuven met 3-1. In de stand heeft leider Club Brugge nu al 7 punten voorsprong op eerste achtervolger Genk. Antwerp schuift door naar de 3e plaats. OH Leuven valt net uit de top 5. Standaar klimt op naar plaats 8. Beerschot is nu 10e. Agent 13e. En Sint-Truiden werkt zich wat uit de problemen. Cercle Brugge en Waasland-Beveren staan nu in de gevarenzone.
Op de Europese kampioenschappen allround schaatsen in Heerenveen in Nederland is Bart Swings zesde geworden. Het goud was voor de Nederlandse topfavoriet Patrick Roest. Swings stond na de twee onderdelen van gisteren op de vijfde plaats en kon die stek vasthouden na de 1500 meter. Maar in de afsluitende 10 kilometer verloor hij nog een plaats. Zesde, en dat is een ontgoochelend resultaat voor Swings. In de Verenigde Staten is de legendarische muziekproducer Phil Spector overleden. Hij was 81 en overleed in de gevangenis waar hij opgesloten zat voor moord. Als producer van groepen als The Crystals en The Ronettes. Hun platen vielen op door een muur van geluid, in het Engels a wall of sound. Later produceerde Spector ook platen van The Beatles en The Ramones. Zelf beschouwde hij zijn werk met Ike en Tina Turner als zijn hoogtepunt. When I was a little girl, I had a rag doll. Only doll I never owned. Naar Oostende dan, waar acteur Jacques Van Assen en producent Erwin Provoost sterren hebben gekregen op de dijk. Ze krijgen deze Lifetime Achievement Awards omdat ze allebei veel betekend hebben voor de Vlaamse cinema. Het Oostendse Filmfestival gaat dit jaar uiteraard niet door. In de plaats daarvan zullen, zodra het weer kan, het hele jaar door filmavonden georganiseerd worden in Oostende. Je mag je ster onthullen op onze Walk of Fame. Op de dijk van Oostende mag acteur Jacques Van Assen zijn eigen ster schoonvegen. Een erkenning is dat van het filmfestival Oostende voor een carrière van meer dan 100 rollen in film, tv-reeksen en theater. Eén rol blijft ook voor Van Assen zelf de meest legendarische. Voor mij is het natuurlijk heel belangrijk geweest, de collega's. Hè. Dat is eigenlijk de sprong van theater naar televisie geweest. Maar het effect van televisie was voor ons ook een enorme openbaring. Wij hadden ook nooit geloofd dat dat zo'n succes zou worden. Hier, bezien dat poepje, dat is typisch Clemens. Jonge mensen kennen hem wellicht uit De Kampioenen. Maar Van Assen speelde ook mee in veel Vlaamse films. Volgens regisseur Jan Verheijen is hij een rasacteur. Jacques Van Assen heeft een karakterkop. Is iemand die vaak in kleine rolletjes het peper en zout is in een film. Ook Erwin Provoost, een man achter de schermen, krijgt tot zijn eigen verbazing een ster. Als producent zocht hij geld voor reeks als Flikken of Windkracht 10 en films als De Zaak Alzheimer. Een bijzondere job. We zitten in een klein land. Het is niet makkelijk om middelen bij elkaar te krijgen. De concurrentie is heel groot, heel sterk, qua projecten, qua buitenlandse projecten ook. Dus ja, het is boeiend, maar niet evident. Dit jaar is er geen filmfestival in Oostende. Maar zodra corona voorbij is, liggen er wel nieuwe Vlaamse films klaar voor de zalen. Een mooi vooruitzicht. Morgen blijft het meestal droog en verwachten we enkele opklaringen. Na de middag kan er een bui vallen bij temperaturen tussen 0 en 7 graden. En om af te sluiten nog beelden van het duurste kunstwerk ter wereld. Of dat is toch hoe de kunstenaars het zelf omschrijven. In deze stationshal in New York hangen maar liefst 2600 Amerikaanse universiteitsdiploma's. Samen goed voor een waarde van bijna 400 miljoen euro. Die waarde is berekend op hoeveel een gemiddelde Amerikaanse universiteitsstudent betaalt voor zijn studies. De kunstenaars willen daarmee aanklagen dat heel wat studenten te zware leningen moeten afsluiten om hun studies te betalen. Dat was het helemaal voor vanavond. Heel graag tot een volgende keer. Slaap zacht. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.